Ik stoorde me een beetje, Pik. Weet je, en dan denk ik, hebben jullie daar nou nog een bepaalde zeggenschap in? Dan heb je dadelijk zo'n voetballer van het jaarverkiezing. En dat moet toch gepresenteerd worden door Helene Hendricks. En die Jandino Asperaat. Het is een schande. Maar dan denk ik, Johan, die Jandino heeft niets met voetbal. Nee. Toont geen enkele affiniteit. Nee. Dan denk ik, waarom doe je dat? Ja, het is belachelijk. Ik las waarom het. Ik begreep er niets van. En je kunt het Helene ook niet aandoen. Nee. Dan zet je een jongen met een sporthoofd voor. Al zet je wild van geneden neer. Maar dat zou de laatste kunnen zijn. Maar die had hier altijd nee op moeten zeggen. Ja. Die had moeten zeggen, joh, sorry, hier begin ik niet aan. Want dit is weer een ideetje van iemand echt die te veel drinkt, weet je wel. Die denkt dan bij zichzelf, ja, weet je, we hebben dan een sportavond en dan moet er ook iemand bij zijn waar ze heel hard om kunnen lachen. Maar wie zendt het uit dan? Veronica, wij, naar ons komt het. Het is echt belachelijk, maar kijk, John de Mol, wij zijn ooit voorgesteld aan het directieteam van John. Dat is die man van het lingo-spelletje van daarnet. Ja. Ja. Daar zaten geloof ik 40 mensen die in hele dure auto's voorreden. Ja. Maar ik heb er niet één betrapt op een verstandige opmerking over tv maken. En als je bij het sportgala van het jaar deze meneer die altijd advertenties maakt voor tandenpasta, als je die altijd ja, dat is hagelwit, hè? En hij lacht de hele avond. Het is een beetje de lachende uitvoering van Humberto. Maar Humberto lacht er ook heel veel. Ja, maar dit is nog erger. Die lacht nog dit meer. Dit is nog erger, maar Humberto die heeft nog een link naar sport toe. Ja, hij absoluut. Totaal niet. Maar ja, moet ook iemand zeggen. Maar de Telegraaf zit er ook in. Als je nou kijkt, ik heb laatst zitten kijken naar dat gala met Harry Kane, met die Gerard Thomas, weet je wel, op de BBC. Dan wordt dat gepresenteerd door Lineker. Er is nog een vrouw bij met affiniteit voor sport. Die haalt die mensen dan naar voren. Dat wordt keurig netjes gedaan. Dat wordt niet lang, hè. Gewoon 40 minuutjes. En dan kunnen die mensen daarna lekker de zaal in en een drankje met elkaar maar drinken. Dat is ook de bedoeling. Want daar komen ze eigenlijk voor. Ja. Maar weet je waar Jandino voor komt? Voor Jandino. Ja, voor Jandino. Ja. Die gaat er de Jandino-show van maken. Nou, daar word je toch niet goed van. En ik vind de Jan die jij begon eigenlijk om het aan Valentijn te vragen, omdat hij van de Telegraaf is. Maar Valentijn is er nog niet tussen gekomen. Ik ga er nu proberen tussen te komen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik van die Jandino helemaal nooit iets gehoord heb. Ik heb hem alleen gehoord van die Helene Hendricks. Ja. Nee, die? Dat zij, de Helene Hendricks, hè? Ja. Ja. Dat zij presenteert. Nee, maar samen met Jandino Asperaat. Dat kan toch niet? Nee, natuurlijk kan het niet. Dus bij deze afgehamerd? Nee, maar ook de voetbalclub zou hier in het geweer moeten komen. Ja, dat is die gozer. Die Surrender Martina doet hij leuk nou, hoor. Er verder niks mis mee. Dat kan hartstikke goed. Ja, ik vind het helemaal niet leuk. Maar die Surrender vond ik nog wel grappig. Maar dan denk ik, ja, weet je, wat moet zo'n man op een voetbalgala? Hoe vaak is het al niet geweest, Johan, dat je dan dat voetbalgala en dan moest er even 5 of 6 minuten naar Jeep Amali optreden. Weet je hoe pijnlijk dat is? Ja. Want daar komen die spelers niet voor. Die spelers komen voor dat prijsje. Ja. Die komen voor een leuke avond, een leuke sportavond. En vooral om daarna met elkaar lekker een biertje te drinken en even te lullen met elkaar. Maar dat was ook de bedoeling. Die uitzending die is gewoon maar 40 of 50 minuten. Ja, maar dat moet ook niet langer. En dan daarvoor wat eten en na afloop wat drinken. Ja. Ja. Dus, maar jij gaat het wat aan doen, begrijp ik? Ik ga er wel heen, anders ga ik er wel staan. Oh. Maar dan wordt het gezellig. Nee, dat zeker niet. Ja. Nee, dan voor de duidelijkheid, gezelligheid moet je mij niet uitnodigen. Wij van Veronica zenden het uit, hè? Dat wij dat even. Ja. Jawel, maar wij zijn eigenlijk ook kritisch op Veronica, hè? Ja, dat merk ik. Gelukkig heb jij dat in het contract laten zetten dat dat mag. Ja, alles mag. Alle dank, Wilfred. Ja. Nee, maar ook, erg blij dat jij ook nog jurist bent. Het is, weet je, het wordt elke keer weer geprobeerd, maar ook bij onze vrienden van Jan-Joos van Gangelen zijn ze nu gestopt met de Figo Wazen, met de Frank Lammersen. Ah, en daar zit nu gewoon Marco van Basten met nog een voetballer. Met Kees Jansma. Of met Kees en met Mario morgen dan. In dit geval hoor ik van Mario. Maar dat, zo hoort het toch niet aan. Nee, maar al die cabaretiers en zangers en grappenmakers. Voeg niks toe. Je neemt ook het product niet serieus. Nee. Kijk, als wij wij nemen het product veel serieuzer. Nou, nee, maar wij hebben in ieder geval recht van spreken. We lopen ons hele leven mee. Maar als wij morgen in een programma gaan zitten waar cabaretprogramma's beoordeeld worden, dan hebben we toch geen recht van spreken. En dan zitten we toch ook als nek te lullen. Ja. En die gasten die er zitten uit die cabaretwereld, ik heb er van mijn leven nog niet om kunnen glimlachen. Ja. Heb je nou nooit een cabaretier gehad die je hele leven niet die je leuk vond? Wel, die gozer die toen die act had over de koningin in zijn kont neuken. Hans Steeuwen. Dat vond je leuk. Hans Steeuwen, die vind ik erg goed. Die jongen uit Eindhoven. Theo Maassen. Theo Maassen, vind ik erg goed. Ja. Maar ik vind Joep nog steeds wel redelijk goed. Met een heel groot oeuvre. Maar dan heb je het ook wel een beetje gehad, hoor. Ja.
kijk, Maassen en Theo, daar blijf ik voor thuis. Maar de rest, denk ik van... Ik zie figuren op oudjaarsavond verschijnen, denk ik. Hoe kun je Mark-Marie Huibers, hoe kun je dat Nederland aandoen? Dat was echt de meest verschrikkelijke oudjaarsavond. Ik vond het een persoonlijke belediging dat ik opgezadeld werd... Met de piepkuiken. Ja, je kan hem afzetten. Je hebt een knopje op die tv. Ja, dat even... Maar juist hoe slechter het wordt, hoe je daar blijft kijken. Dan ga jij kijken. Ja? Kan het nog slechter, nee, weet maar je wel? Ik vind, als je hier een oordeel stelt, dan moet je wel kijken. Ja, ja. Je moet het zien. Dan kijk ik ook altijd naar lingo. Ja. Ben je goed in lingo eigenlijk? We hebben een app. Dat mag u niet missen, hè. Download hem nu voor leuke video's en het allerlaatste voetbalnieuws.